In december 1914 worden de eerste slachtoffers binnengebracht in het Rode Kruishospitaal L'Océan in de Panne. Dit hotel wordt in een recordtempo omgebouwd tot een oorlogshospitaal waar tijdens de Eerste Wereldoorlog 24.000 gewonden worden verzorgd. Dokter De Page is sterk gewonnen om een hospitaal op nauwelijks 12 kilometer van de frontlijn uit te bouwen. Zo worden slachtoffers vlugger verzorgd en groeien hun kansen op herstel aanzienlijk. Rond het hotel worden verschillende houten barakken gebouwd die het hospitaal doen uitgroeien tot het grootste Belgische fronthospitaal tijdens de Eerste Wereldoorlog. Dit hospitaal kan volledig in zijn eigen behoeften voorzien. Naast de verschillende chirurgische diensten is er ook een atelier om prothesen te maken. Voor de herstellende soldaten zijn ruimtes voorzien voor amusement en cultuur. Vanuit de hele wereld komen dokters naar de Panne om er de gebruikte medische technieken te bestuderen. Ideeën over het organiseren van de ziekenzorg, maar ook het wetenschappelijk instituut Marie de Page, dat aan het hospitaal verbonden is, dwingen veel respect af. De 5 laboratoria voor wetenschappelijk onderzoek worden uitgerust met de meest moderne instrumenten. De resultaten van deze wetenschappelijke studies werden tijdens lezingen toegelicht en daarna gepubliceerd. In 1917 is de Panne niet meer veilig door beschietingen. Daarom wordt in mei van dat jaar in Vinkum een tweede Rode Kruishospitaal operationeel. Bijna 12.000 gewonden worden hier verpleegd. In een eerste fase wordt in een open veld een tentenhospitaal gebouwd. Daarna komt er een volledig nieuw gebouwencomplex uit houten barakken en stenen gebouwen. Er is plaats voor 2.400 bedden, maar als de strijd te hevig wordt, is het hospitaal uitbreidbaar tot 3.000 bedden. Daarnaast zijn er 8 verbandzalen die omgebouwd kunnen worden tot operatiezalen met elk 4 operatietafels. Ook dit hospitaal beschikt over verschillende ondersteunende diensten. Zo wordt er ter plaatse verbandmateriaal gemaakt en daarna kiemvrij gemaakt. Deze Rode Kruishospitalen worden als voorbeeld naar voren geschoven en krijgen dan ook veel hoogstaand bezoek. Op 30 september 1917 is koning Albert I en de koning van Italië, Victor Emmanuel III, op bezoek. Dr. Antoine de Page leidt hen rond. Ook koningin Elisabeth was een trouwe bezoekster. Haar rol was vooral het moreel van de gewonden oppeppen.